Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je een afspeellijst in YouTube aanmaakt. Ik ga er natuurlijk wel vanuit dat jullie al een YouTube-account hebben. Nou, het eerste wat je gaat doen is naar de rechterhoek, naar het icoontje van de Creator Studio. Je klikt erop. Vervolgens ga je naar de linkerkolom en klik je op Video beheer. Vervolgens zie je de optie afspeellijsten. Daar klik je uiteraard op. En dan ga je hier naar de knop nieuwe afspeellijst. Daar klik je op. Nou, dan geef je de afspeellijst een naam mee. In dit geval doe ik even test 2. Je drukt op de knop maken. En je ziet gelijk hier hè, test 2. Nou, vervolgens kun je nog een beschrijving van je afspeellijst neertypen of neerschrijven. Testen 2 in dit geval. Je klikt op gereed. Vervolgens wil je daar natuurlijk ook een video aan toevoegen aan je afspeellijst. Nou, dat doe je door op video's toevoegen te klikken. Dan heb je drie opties. Je kunt de video gaan zoeken door middel van Google Video. Niet heel erg handig. Je kunt het via de URL doen of gewoon de makkelijkste optie is gewoon via je eigen YouTube video's. Nou, dan zie je vervolgens alle video's en kun je een selectie maken. Ik doe gewoon even een willekeurige. Je klikt erop. Je drukt op video's toevoegen. En vervolgens zie je direct dat jouw video binnen jouw afspeellijst is gekoppeld. Wil je meer weten over hoe je YouTube kanaal kunt instellen of meer wilt weten over afspeellijsten? Abonneer je dan nu op ons kanaal of laat een comment achter en dan maken wij daar een heldere uitlegvideo voor je over. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.